Hey, je kijkt naar Walibi hier. Ik ben al gek genoeg. Het is zover 21 mei en we mogen eindelijk weer. Vandaag zijn we in Slagharen. We zijn weer in Walibi. De Efteling. In Walibi. Dat zijn wel aardig wat coronakilo's, hè? Ja, goed gegeten de afgelopen jaar. En natuurlijk gaan we nu eerst naar een tent toe. Hebben we die gemist van het winter. Eindelijk maar toch. Ja, dat hadden we gemist. De operations moet nog even een beetje wennen aan het nieuwe seizoen. Het duurde lang voordat het treintje weg was, maar toen we gingen, gingen we ook goed. Dan gaan we even kijken wat de volgende is die we gaan doen. We wouden net ook wel uit, maar die had net een storing. Ja, dat was weer een prachtig ritje Lost Gravity. Zoals verwacht was dat weer een prima ritje in de Goliath. We moesten eventjes wachten vanwege een kleine technische storing, maar binnen 5 minuten komen we er gewoon in. En dat is bij een tent ook al opgevallen, maar ook bij Goliath hebben ze nieuwe riempjes gekregen. Veiligheid voor alles. Nu richting de Condor. De nieuwe treintjes uitproberen.
dingen op de kop, hoor. Niet zo gaaf. Veel positieve reacties al gehoord vanmorgen. Zijn we klaar voor? Ja. Ja? We gaan het dit keer overleven. Wat zeg je? We gaan het dit keer overleven. Ja, ik hoop dat het doodgaat. Ik hoop het voor je. Ik hoop het voor je. Het schijnt een hele vooruitgang te zijn, dus veel plezier. De kleur is in elk geval beter. Ja, precies. Horen we het zo wel, hoe dan? Nou, de eerste indruk, het is een verbetering. Maar ik heb nog steeds hoofdpijn. In plaats van tegen de zijkanten met mijn oren, klap ik nu met mijn hoofd tegen de achterkant aan. Ja, ik ben zo. Hij rammelt nog steeds. Maar... Je wordt morgen beter. Ja, nou, nee, dat niet. De stoeltjes is daarvoor, vond ik wel beter. De stoeltjes is daarvoor? Ja, dat was zo lang. Daar had je nog niet de hoofdbeugels, ja? Zeg maar. Ja, ja. Het is een verbetering. Heel eerlijk gezegd, wel zonde van de investering. Hadden ze beter iets anders mee kunnen doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, het is hier al met al toch best mooi geworden in het nieuwe Exotic. Mooie felle kleurtjes, alleen ja, die Condor. Het blijft een rammelbak. Wel fijn dat er nieuwe stoeltjes in zitten. Het is een kleine verbetering, maar ik had liever dat ze iets hadden gedaan aan de wheel assembly. Maar ja, je kan niet alles hebben. Het ziet er hier in elk geval weer een stuk beter uit. En zo met het zonnetje is het prima te doen. En uiteraard hoort ook gewoon de Express erbij. Dus wordt nu tijd voor een ritje Platform 13, de Express. Uiteraard was dat weer een prima lancering in de Express. Nu nog eventjes op de Speed of Sound. Even lekker voor en achteruit gaan. En met de Speed of Sound hebben we de grote achtbanen compleet gemaakt. Nou is het natuurlijk tijd voor nog een ritje in Untamed. Dat was weer een fantastisch airtime ritje van Benjamin. En zoals de vaste kijkers waarschijnlijk wel weten, Benjamin geeft de beste ritjes. Ik kon mij mooi een vuist onder de beugel kwijt, dus dat was lekker in het riempje hangen. En nou, op naar Goliath, denk ik. Als hij geen storing heeft. En bij gebrek aan wachtrij gaan we nog een keer. Nou, dat was een volgend ritje, omdat er dus geen rij stond. Volkomen terug in het station. Staat er ook gewoon niemand in het station, dus we mochten lekker blijven zitten. Er waren dus twee ritjes in Untamed erbij. De teller staat al op vier. Nou, even tijd voor wat anders. Op weer naar Goliath.
een perfecte openingsdag zo. Ook in Goliath mochten we lekker blijven zitten. Eén rondje voorin en één rondje in het midden. Maar hij is wel een beetje koud vandaag. We twijfelden of hij de laatste heuvel zou halen, maar het is net gelukt. Maar tijd voor koffie. Inmiddels is het hele gebied in racethema gebracht. Maar is er ook bekend geworden dat de kartbaan hier helaas nooit meer open zal gaan. Voor mij mogen ze er wel een leuke RMC Raptor neerzetten. Of een andere goede trailride. En ook hier bij de Lost is inmiddels een teststoeltje geplaatst. Dan wordt nog maar eens tijd voor een ritje in Theemt. Want dat hebben we al zo lang niet meer gedaan. Er is echt heel erg hoog nodig tijd voor. En als afsluiter mogen we nog eventjes op ons favoriete plekje. Rij 12. Voor extra airtime. Ja, dat was weer een goed met airtime gevulde afsluiter van de dag. Ik kwam letterlijk met mijn voeten los van de grond, terwijl mijn billen ook niet meer in het stoeltje zaten. Dat was heerlijke hang- en airtime. Goeie afsluiter. Dat doet me denken aan die dag dat Benjamin... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.
het zou kunnen. Dat hele stuk, vanaf het hotel tot hier. Oh, nice. Ja, dat is wel lekker, toch? Dat wordt een enorme uitbreiding, ja. Meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat het anders was. Het was Fokjesdag in het Sprookjesbos. Ik heb een muis. Voor mij heb ik hem op beeld. Anders was. Het was Fokjesdag. Inderdaad. Die dag nemen de Sprookjesbosbewoners elkaar zo vaak mogelijk beet. Dat is altijd ontzettend lachen geblazen. Draak had een beet genomen. Het was tenslotte Fopjesdag. Draak had hen allemaal beet genomen. Ze waren er allemaal ingetuind. Uiteraard moeten we de dag beginnen met Gold Rush. Even wakker worden. Come on.
even lekker wakker worden met een ritje in de Goldrush. Daarna even een stukje gevlogen in de Eagle. Dan is het eventjes tijd voor een Wild West avontuurtje. In een niet zo rapid river bootjes. Altijd leuk om even een dark ride mee te kunnen pakken. Animatronics zien er allemaal hartstikke prima uit. Het is best een leuk dark ride, maar het uitlichten, ik denk dat ze toch nog eventjes bij de Efteling langs moeten gaan om te kijken in Fata Morgana hoe je dat moet doen. Want af en toe is het net alsof je in een bouwlamp vaart en daarna zie je weer geen hand voor ogen. Kijk om even te schommelen. Even lekker heen en weer gewiebeld in het schommelschip. Nou is het tijd voor draaien 1. Net nog even weer een ritje Gold Rush gehad. Nou even met de kabelbaan naar de andere kant van het park. Nu is het tijd voor het andere achtbaantje, de Mine Train. Verder. We hebben de Ripsaw Falls ook weer overleefd. En nu in bij de buren langs. En een ritje in de Enterprise.
een prima ritje gehad in de tram en rondgedraaid in het dolle stieren. Dan wordt het even tijd voor de vrije val. Na een heftige vrije val wordt daar tijd om even rustig te zweven. Dan eventjes heerlijk de dag kunnen afsluiten met Gold Rush. 3 ritjes, waarvan de laatste 2 direct back-to-back op de back row. De back row bleef leeg tijdens het allerlaatste treintje van de dag. Dus last fight of the day, back row Gold Rush. Het is weer prachtig weer voor een ritje in Teens. En het is al zo prachtig weer dat Blas een nat programma heeft, dus ik heb mijn duikbril meegenomen. Al even lekker uitgewaaid in een tent. En een... Nou eerst tijd voor een ritje space shot. Dat was een prima airtime gevuld ritje op de back row. Het is zo warm dat hij lekker snel gaat. Het was zo snel dat het ritje voor ons hij te snel ging. Dus hij viel daardoor in een technische storing. Gelukkig was dat snel opgelost, maar we kunnen nou wel in één keer doorlopen naar Goliath. Want ook die wachtrij is alweer voorbij voor ons. Zoals gewoonlijk was het natuurlijk weer een prima snel ritje in Goliath. Ook die is inmiddels lekker goed opgewarmd. En omdat we het de vorige keer hebben overleefd en dat er geen wachtrij staat, gaan we nou een ritje Condor pakken. Als ik het aan het gerammel zou moeten beoordelen, zou ik niet zeggen dat er nieuwe treintjes zijn. Het rammelt alsof zo'n ding 20 jaar oud is, minstens. Ja. Ze zien er in elk geval wel leuk uit en het is ietsjes minder erg als dat het was. Maar het is nog steeds de ergste SLC die ik ooit heb gedaan. Toch jammer. Dat was een lekker verfrissend ritje op last. Een beetje opwarmen in de zon en dan lekker uitwaaien in een tent. Een paar minuten mogen we de wachtrij in. Dat was een super afsluiter van de dag. Hij is nog steeds lekker warm. We moesten even 10 minuten op de technische dienst wachten, want hij was weer te snel. Dat geeft niet, want daardoor hadden wij een prima ritje. Lekker op de back row met extra airtime. Goed, we zijn gestopt. Ook met geduld, we gaan zo verder.
Hier en oppast voertuig naar rijden. Uiteraard moet er even goed gesmuld worden in Bekkerij Krummel. We beginnen met een zwartzwalde kiersje en een deug niet. En dan hebben we er ook nog een geitenkaaspizza en een donutje bij. Het ruikt allemaal heel erg lekker. Bedacht. There you are.
Let's go! Ja, lekker ritje weer. Dat was het dan voor vandaag. Doe ook even een duimpje omhoog. Abonneer dan snel. En ik zie jullie de volgende keer. En dan zie ik jullie heel snel weer bij de volgende vlog. En dan zie ik jullie heel snel bij de volgende. Tot dan!